En vandaag, precies 50 jaar geleden, kwam een van de belangrijkste Nederlandse literaire werken uit. De Avonden van Gerard Reve. De Avonden is sterk autobiografisch. Vrienden van Reve kunnen zich moeiteloos herkennen in personages. En echt bestaande gebouwen spelen een belangrijke rol. De liefhebbers werden getrakteerd op een echte Reviaanse maaltijd. Met ingrediënten die ook bij de hoofdpersoon van het boek op tafel hadden kunnen staan. U was er niet bij gisteren, heren. Nee. En toch beschouwt u zichzelf als Revianen? Ja, omdat we het natuurlijk 3 keer per jaar herlezen, de avond helemaal. Maar vooral omdat we er zelf in voorkomen. Ja, en waarom zou je naar zo'n gekunstelde avond gaan, waar alle elementen uit de avonden worden nagedaan en nagegaan, terwijl het, het is je persoonlijke belevenis. Zelf meegemaakt allemaal. Je hebt het allemaal zelf meegemaakt. Ik heb een dringend verzoek. Men doet er goed aan mij te waarschuwen wanneer ons voertuig het Danisplein heeft bereikt. Hij probeerde te fluiten, maar kon geen geluid maken. Hier bent u er, zei een dame met een groene hoed. Hartelijk dank, zei Frits. U is heel vriendelijk. Een man reikte hem bij het uitstappen de hand. Die groene hoed was van mijn vrouw. Het was namelijk deze hoed van bij me. Die had zij op. En als ik Frits van Echters niet had opgevangen, was hij zo plat met zijn gezicht op de straat gevallen. En die tram. De tram hier. Lijn 8. Lijn 8. Niet zo. Hier is opgebroken in 1960. Helemaal. En dit was het Danisplein. Het Danisplein in 1947. Ja, het viel onder mijn wijk. Maar ja, je deed gewoon je werk. Je wist niet dat je op dat moment geschiedenis schreef. Dat is het punt. Hij stak de trambaan over en liep op een groepje van 3 agenten toe. Goedenavond, heren, zei hij. Het gaat u goed. De kwestie is dat ik wel iets gebruikt heb, maar net niet te veel. Zodat u me niets kunt maken. Wel iets gebruikt, maar net niet te veel. Alleraardigst. Ga je gang maar, zei een der agenten. Ga maar gauw naar bed. Een verstandige raad, zei Frits. Ik dank u hartelijk. Hij liep op een telefooncel toe en maakte aanstalt er tegen te wateren. Dat gaat niet, zei dezelfde agent. Ginds is een waterplaats. En toen was het zo dat mijn collega's, die wilden Frits van Echters arresteren. En toen heb ik hem in de richting van die waterplaats geduwd. Die was daar. Dan weet ik. Dat was daar toch? Ja. Dat was hier. Dat was hier. Ja hoor, absoluut. Dat weet ik zeker. Een hele ouderwetse krul was dat. En daardoor kon Frits naar huis. Doordat ja. hij hier in ja. die krul... Schilderskade 66. Ja. Ja. Liep daar ook weg. Stel dat ik dat nou niet had gezegd. Ja. Dan zou dit boek een hele andere wending hebben gekregen. Nou, als mijn vrouw niet had gezegd dat hij bij de halte was. Ja. Dan zou dat hele incident van het wildplassen niet hebben plaatsgevonden. Een cruciaal draaipunt cruciaal in de avonden. Stel je nou toch eens voor dat ik niet had gezegd, ginds is een waterplaats. Ja. Dat is toch niet te geloven? Dan zou zijn leven en van Reve en van Frits van Echters en dit was het boek uit geweest. En daarom is het zo onterecht toch ook, hè? En verdacht. Dat met al die namen die voorkomen in de avonden, Sterringa, Victor Poort, Hoogkamp, Bariba, noem ze maar op, dat wij anoniem blijven. Dat is raar. Dat is gewoon raar. Nou, schijnt er een eerdere versie te zijn geweest waarin Reve heeft geschreven, dat gaat niet, zei agent van Woerkom, ginds is een waterplaats. Kunt u dat aantonen, dat uw naam oorspronkelijk genoemd werd? Nee, natuurlijk niet. Dat is het nou juist, want die eerste manuscripten en eerste versies, die circuleren allemaal binnen die kleine kring van antiquaren. Ze willen het zo klein en de mensen die dan zogenaamd dan model stonden voor figuren in het boek. Tussen de 34ste druk uit mei 87 en de 47ste druk die het nu is, 97, zijn er 48 achternamen uit de avonden verdwenen. Waarschijnlijk door Joop Schafthuis. Ja, dat is wel zeker. Om dat maar exclusief te houden. En dat is het schandalige. Dat deze grootste roman van onze volksschrijver exclusief wordt geëxploiteerd door dat groepje antiquaren. Fanatici. Exegeten. En hooguit 3 mensen die Reve persoonlijk hebben gekend toen die hier nog woonde. Met Reve en Van Echters is hetzelfde gebeurd als met Alice in Wonderland.
helemaal afgelebberd, doodgeknuffeld. Ja. Wonderland was daar trouwens. Dat was daar. Is ook weg. Helemaal weg. Ik zie die Maartse haas nog oversteken hier. Dat was daar. Dat was daar. Ja, gebeurde was regelmatig. Hier? Gebeurde regelmatig. Zo'n hekje. Oh. Hij zoog de borst vol adem en stapte in bed. Het is gezien, mompelde hij. Het is niet onopgemerkt gebleven. Hij strekte zich uit en viel in een diepe slaap. Sinds wanneer hebben onze post een bril? Onze post had de hele vorige week een bril. Nou, dan is dit een nieuwe post zonder bril. Wat doet dat er naartoe? Wat doet het er nou toe? Dat doet het toe dat het misschien de post van een bende is. Dat er een bende op de hoek staat te wachten dat die vent op zijn knieën door de brievenbus zit te kijken. Zogenaamd op posten bezorgen, maar op die individuen knokken hangen. Hij komt het pad op. Weg!